Kijkers, mevrouw Barsati, Sharmila heeft enkele jaren terug een perceel geërfd van haar overleden man. Een broer van haar overleden man kocht het perceel daarna over van Barsati ten kantore van de notaris. En doordat ze opnieuw in het huwelijk trad, kwam het perceel ter rechte van haar nieuwe man. Wat maakt dat ook hij mee moest tekenen bij de overdracht van het perceel. Helaas is nu na 6 jaar nog steeds geen koper betaald aan mevrouw Barsati, terwijl de verkoopovereenkomst is afgehandeld en afgesloten. Mevrouw Barsati is nog steeds op zoek naar de 50.000 SRD welke zij overeenkwam bij de notaris. Mijn probleem is, ik was getrouwd met een man en hij had een perceel. En haar broer, mijn man is overgeleden, dus nu is het ex-man. En haar broer is bij me thuis gekomen met 2 zus. En hij zegt me, je man had een perceel bij Santa Boma, leiding 19. En je krijgt een deel van daar, een stuk. En als je niet wil, dan kan je me verkopen. En om u goed te begrijpen, denk ook de kijkers, u had een man, is nu wijlen. Jullie woonden op een perceel, of jullie waren woonzaam op een perceel waar je man gebouwd heeft. Nee, daar is niet gebouwd, dus haar broer. Dus behalve waar jullie woonden, was er nog een perceel. Ja, daar. En dat was van uw wijlen man. Man, ja. En nu dat uw man er niet meer is, wat is dan vervolgens gebeurd? Dus hij is bij me thuis gekomen met 2 zus. Wie? Mijn man broer. De zwager. En hij zegt me, je hebt een perceel daar van je man gekregen. En als je niet wil, dan kan je me verkopen. Ik zeg, oké, ik ga je verkopen. Hij zegt, ja, zo'n dag maken we afspraak. Kom bij me thuis. Ik ben bij haar thuis gegaan. Hij wees me geld. Kijk, hier is 50.000. Ik ga je geven. En je moet me die perceel verkopen. Ik zeg, oké, is goed. Maar heeft u dat notarieel vastgelegd? Nee, dat heb ik wel niet gezegd. U zijn niet naar de notaris geweest? Ik ben wel bij notaris geweest om te tekenen, want hij had afspraak met me gemaakt. Jij gaat bij notaris Chito tekenen en hij gaat je geld betalen. Oké, u heeft uw perceel aan uw zwager verkocht. Heeft u daar een koopovereenkomst gemaakt? Nee, niet. Heeft hij dan een verkoopovereenkomst gemaakt? Nee, dat weet ik niet. Maar hij. Maar hoe gaat hij verkopen zonder iets op papier te hebben gezet? Dus hij had gewoon met ons, met haar zus en broer, zwageres, was ook samen daar bij notaris Chito. En ik was met mijn andere man. En hij zegt gewoon dat je gaat hier tekenen en je krijgt dat geld daar. Bij en u heeft getekend? Ik heb getekend. Waarvoor heeft u getekend? Dus hij wil dat perceel kopen. En heeft u geld in ontvangst gekregen? Nee, niets. Hoe dan niet? Ik weet niet, wat speelt hij nu dan met me? Maar als je bij de notaris bent, toch, is er ook een getuige erbij, toch, die erop toeziet dat u afstand doet van het perceel. En ik neem aan dat er daar geld en zaken worden geregeld, toch? Is dat zo? Ja, het was zo, maar ik weet niet waarom. Ik heb hem ook gevraagd, kopie van die perceel. Hij heeft me niet eens niets gegeven. Geen geld, geen kopie van die perceel. En ik vraag hem, ik belde, dit is de zesde jaar gaat het. Ik belde, nooit belt hij aan mij. Nooit komt hij bij me thuis. Ik ga zelf bij haar thuis dat geld te vragen of een kopie van die perceel. Maar hij geeft me niets. Hij zegt, even geduld. Volgende week moet je komen, zo'n dag. Ik ga bij haar, ik bel haar. Maar hij geeft me niets. U heeft een perceel aan uw zwager 6 jaren terug verkocht. Ja. En u heeft verkocht en u heeft niets gekregen. En als u uw zwager ter verantwoording vraagt, ik wil mijn geld hebben, wat zegt hij? Hij komt niet op mijn lijn. Maar stel dat wij hem bellen en hij zegt dat hij u betaald heeft. Hoe gaat hij daar mee om?
Nee, getuige is bij haar zus, broer, zwageres. Want ik had woensdag ook aan zus gebeld. Want nu, weet je wat doen ze nu? Kleinkinderen nemen die cel op. En ik vraag, geef aan je opa. Die kleinkinderen zeggen gewoon, nee, ik ga niet geven. Doei. We hebben telefonisch contact opgenomen met de zwager die in eerste instantie erkende nog te moeten betalen voor het perceel. Hij zou de dag daarop zijn verplichtingen nakomen. Dat deed hij niet, dus zochten wij hem weer op voor een reactie voor de camera. De zwager wenste geen reactie voor de camera, maar wist even 12 te vertellen dat de vrouw afstand heeft gedaan van het perceel zonder financiële afspraken. Zij wou dus geen geld hebben en wilde vrijwillig het perceel afdragen van haar overleden man. Barzati staat erbij dat de afspraken waren voor verkoop. Luistert u maar naar het volgende. We komen net van de heer Hendry, mevrouw Barzati. En we hebben gesproken met de heer Hendry omtrent het verhaal dat hij aan ons heeft voorgehouden dat u van de heer Hendry geld moet krijgen. Maar de heer Hendry die vertelt een heel ander verhaal. Hij heeft zelf gezegd, we zijn bij hun thuis gekomen en hij heeft zelf gezegd. En haar zus weet, broer weet, zwageres weet. Hendry zegt tegen ons dat u bij de notaris heeft verklaard dat u niets wil hebben, u wil niets hebben. Dus, en hij heeft het daarop gelaten van u heeft uw rechten afgestaan. Nee, dat is niet waar. Bij notaris heb ik niets gezegd. Het is niet waar. Heeft u enig formulier getekend waar u iets heeft verklaard dat u niets wil hebben? Nee. Ik heb niet getekend. Alleen één plaats heb ik getekend waar hij had die perceel gevraagd. En hij had me gezegd, thuis, hierbij zelf, haar thuis, had hij gezegd, je gaat hier tekenen en notaris Chitu gaat je geld betalen, 50.000 SRD. Wat is eigenlijk waar? Hendry zegt dat uw woning is afgebrand en dat hij daar een bijdrage voor wil leveren, maar niet voor het perceel. Nee. Heeft u gevraagd voor bijdrage voor uw afgebrande woning? Nee. Die woning is wel afgebrand? Mijn woning is wel verbrand. Wanneer? 2014, 23 oktober. En ik ben wel bij hem thuis gekomen, maar ik had eerst gebeld. Hij zegt me, oké, kom maar. Ik ben met mijn man hier gekomen, bij hem thuis. En ik heb gezegd, kijk, als het kan, dan betaal me 25.000 SRD, de helft van 50.000. Hij zegt, ja, ik moet geven wat. Ik moet komen ook kijken waar, hoe is het verbrand of wat. Maar hij is nooit gekomen. En dit is het zesde jaar dat nooit heeft hij me gebeld. En niet eens een blaadje gegeven van kopie. Niets. Wat gaat u vervolgens doen? Want Hendry heeft aan ons aangegeven dat hij niets gaat betalen. Zo, hij moet mag betalen. Maar u heeft niets op papier. Ja, ik heb wel niet. Hij heeft me niet gegeven. Daarom ging hij me dat kopie papiertje niet geven. Omdat hij tegen ons zegt dat hij u niet moet betalen. U heeft afstand gedaan voor alles wat is overeengekomen. Hij praat alleen maar over uw afgebrande woning. Dat hij u een vergoeding daarvoor wil geven. Nee. Perceel tekenen, het is al 6 jaar. Kijkers, volgende week zullen wij een reactie brengen van de notaris belast met de afhandeling van deze overeenkomst.